Over niet al te lange tijd zal er een einde komen aan het winkelcentrum De Molenpoort in het centrum van Nijmegen. Het centrum gaat plat en er komen reguliere winkelstraten voor terug. Dit vooruitzicht bevordert het winkelaanbod in De Molenpoort natuurlijk niet. Maar daar springt Paul van Mediadroom slim op in. Zo heeft hij in het pand waar tot voor kort Big Bazaar in zat, inmiddels een pop-up tentoonstelling gerealiseerd. Mediadroom zit al ruim 10 jaar in Passage Molenpoort. Het museum heeft inmiddels 2 locaties in het winkelcentrum en ook 2 etalages met wisselende thema's. Het museum wordt omschreven als een beleving, een wereld waarin nostalgie, hedendaagse beeldcultuur en nieuwe trends tot leven komen. Wij hebben de mogelijkheid gekregen om naast de 2 locaties voor ons museum nu ook een mooie etalage in te richten, waar we een collectie van onze pop-up boeken laten zien. Dus er gebeurt nog van alles in de Molenpoort en 1,5 jaar lang bruist het nog. Na die 1,5 jaar maakt het winkelcentrum plaats voor nieuwe bebouwing met maximaal 435 woningen. Ondanks dat er al winkels aan het verdwijnen zijn in de Molenpoort, loopt men gelukkig niet rond in een uitgestorven winkelcentrum. Er komen nog gelukkig steeds nieuwe initiatieven bij in de Molenpoort. Dus wat dat betreft is er nog inderdaad genoeg te doen. Zo ook voor Mediadroom. De collectie blijft logischerwijs groeien doordat de televisie- en mediawereld ook niet stil blijft staan. We gaan de komende 1,5 jaar druk bezig om een nieuw concept te ontwikkelen. We willen eigenlijk een groot popculture centrum in Nijmegen beginnen, starten. Dat is natuurlijk afhankelijk van de locatie waar we terechtkomen. Daar zijn we op zoek en zijn we ook contacten voor aan het leggen. Hierbij zoeken ze ook andere bedrijven en ondernemers die bij hun concept aan zouden willen sluiten. De voorkeur van Mediadroom ligt dan wel bij een samenwerking met bedrijven en ondernemers die ook affiniteit hebben met de popculture om elkaar te versterken. Al sluiten ze een samenwerking met een ander museum ook niet uit. Het is nog in ontwikkeling, maar je moet het een beetje zien als een grote ruimte waar meerdere winkeltjes zitten, maar ook waar doe-activiteiten, waar een stukje horeca in zit. Je kunt denken aan de tabletop games, Warhammer, dat daar een ruimte komt waar alle clubs uit Nijmegen kunnen spelen, waar toernooien gegeven kunnen worden, Lego-bouwwedstrijden. Dus tot nu toe is de sky is the limit, maar het is natuurlijk, hangt allemaal af van welke ruimte we vinden. En daarvoor zijn we eigenlijk zowel met de gemeente in gesprek als zijn we ook contact aan het leggen met vastgoedbeheerders.